Black Friday komt er weer aan. De Nijmeegse burgemeester Bruls riep winkeliers al op om mensen dit jaar niet naar de stad te lokken met stuntaanbiedingen. Hij is bang dat het anders veel te druk wordt en de coronamaatregelen niet worden nageleefd. In elk geval lijken marktbezoekers in Nijmegen sowieso al niet warm te lopen voor Black Friday. Nou, ik ben sowieso niet zo'n groot fan van Black Friday. Vanuit een sustainability perspectief vind ik het niet echt een supergoed concept. Dus ik weet eigenlijk ook niet precies hoe het dit jaar gepland is. Ik vind, afschaffen die handel, denk ik. Ja, ik ben er niet zo voor. Ik ben er geen voorstander om random te shoppen. Om te kijken van, kijk, dit is leuk. En dan dat je dat dan ineens gaat kopen of zo. Dan kun je denk ik nog beter online kopen dan helemaal massaal naar de stad gaan. Want dan heb je meer risico op corona. En het is helemaal niet zo verstandig. Wat er zit, dan zitten ze in de winkel, ze lopen zonder kapjes. Ze lopen al, en ze lopen bij elkaar achter een hek en dingen te hijgen. Dus nee joh, laten we het maar gewoon houden. Zo is mooi genoeg.